Goedenavond, beste lieve kijkers, en welkom bij de livecast over slavernij in de stad Utrecht. Wij zijn hier in de Bibliotheek Neuden in Utrecht. En ik zeg wij, omdat er ook een paar gasten aanwezig zijn vanavond, wat heel fijn is, live publiek. Anders blijf ik toch maar tegen zo'n gekke camera aankijken. Mijn naam is Eden Carlo en ik ben jullie host voor vanavond. Als ik dit niet doe, ben ik schrijver voor theater en ben ik daar ook docent in. Maar vandaag ben ik dus jullie host. En dus een beetje, ik ga even kort uitleggen, want er zijn toch altijd mensen die zich afvragen van ja, wat is Kitty Kotti en wat houdt dit hele programma nou in? Nou ja, dit onderdeel van het programma is georganiseerd door Bibliotheek Utrecht. En het is de afsluiting eigenlijk van het Kitty Kotti Utrecht programma van dit jaar. Wat is Kitty Kotti nou? Nou ja, op 1 juli 1863 schaft het Koninkrijk der Nederlanden slavernij af in Suriname en op de Antillen. Maar ja, echt vrij wouden tot slaaf gemaakt toen nog niet. Ze werden gedwongen om zeker nog 10 jaar... te werken op de plantages waar ze toen werkten. Vandaar ook mijn button overigens over 1873. Maar de datum 1 juli blijft de datum waarop wij de afschaffing van de slavernij vieren. Wat was er vanmiddag? Even een korte recap. Vanmiddag hebben jullie kunnen kijken naar de boekpresentatie van het zojuist gelanceerde publicatie Slavernij en de stad Utrecht. Onze burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Linda Voortman namen het eerste exemplaar in ontvangst. En daarna was het een meer dan prachtige online Kitty Kotti herdenking en viering met bijzondere sprekers en artiesten. Als je dit gemist hebt, valt het zeker nog terug te kijken. Dus doe dat vooral. Wat gaan we vanavond doen? Vanavond gaan we het meer hebben over, zeker gaan we dieper in op het boek natuurlijk, Slavernij en de stad Utrecht. Maar we gaan ook kijken naar wat is de rol nou van kunst en cultuur als het gaat om de slavernijgeschiedenis. We gaan eerst straks praten met 3 redacteuren van het boek. En we gaan het hebben over de rol van het Utrechtse archief tijdens het onderzoek. En de vraag voor het tweede en derde gedeelte is eigenlijk, wat dragen exposities, theaterproducties, spoken word, poëzie, muziek, wat dragen die eigenlijk allemaal bij als het gaat om de slavernijgeschiedenis? Nou, daarvoor hebben we vanavond gelukkig ook live cultureel programma. En dat gaan we onder andere doen met de makers van de theaterproductie Future for the Past. Maar dan eerst het eerste panel. Dat zijn de 3 redacteuren van het boek Slavernij en de stad Utrecht. En dan wil ik het natuurlijk zo doen dat jullie ze kunnen zien. We hebben Joyce Pennings van het Utrechtse Archief. Dus daar begin ik mee aan deze rechterkant. Nancy Jouwe, Remco Raben en Matthijs Kuipers. Ik zat te denken, moet ik iedereen nog introduceren? Moet dat nog bij deze mensen? Ik ga het toch even kort doen. Nancy Jouwe is natuurlijk cultuurhistoricus en freelance onderzoeker, onder andere docent, publicist en spreker. Matthijs Kuipers promoveerde in 2018 af aan het Europees Univers Instituut in Florence. Is nu werkzaam als zelfstandig onderzoeker. Remco doseert onder andere Aziatische, mondiale en koloniale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en Amsterdam. En Joyce Pennings is, zoals ik al zei, archivaris bij het Utrechts Archief. Heel fijn dat jullie er zijn, trouwens. Dank jullie wel. Dank je. Aan die hele publicatie is natuurlijk een enorm onderzoek vooraf gegaan. Hij is er nu eindelijk. Zijn jullie blij? Opgelucht? Kijk helemaal. Nancy lacht. Ik denk dat we heel blij zijn. Ja? Ja. Wat vind je? Mannen, wat zijn we blij? Ja, blij, en ik denk gelijk aan wat Sharon Dijksma ook zei, van blij op een ingetogen manier met dit onderwerp. Dat zit er toch allebei in. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Gewoon om even een beeld te geven, hoe lang duurt dat nou zo'n onderzoek? Hoe lang zijn jullie bezig met z'n allen met zo'n boek? Nou ja, je kan er jaren mee bezig zijn. Ons was een klein jaar gegund. En we hebben het dus in ongeveer 10 maanden moeten produceren. Dus we hadden misschien graag wel meer gehad. Aan de andere kant is het natuurlijk wel goed om in zo'n soort pressure cooker situatie te zitten. Want dan ga je er ook echt met z'n allen voor staan. En it takes a village om zo'n boek te maken. En dat is ook wel echt het geval, denk ik, met dit boek. Ja. Ja, we hadden het geluk dat we met een enorm toegewijd team werkten. Stagiairs, vrijwilligers, individuele onderzoekers die de stukken hebben bijgedragen. Inderdaad, we waren met een grote groep en we hebben de schouders eronder gezet. Heel mooi, we konden de ambities eigenlijk opschalen.
modern woord tegenwoordig. We begonnen eerst met een soort van inventarisatie en dan blijkt dat er eigenlijk heel weinig was. Er was natuurlijk Cosmopolis heeft in het verleden natuurlijk hieraan gewerkt. Nancy weet er alles van. Maar ook de wandelgids Sporen van Slavernij van Esther Captain, waar we op konden bouwen. Maar verder was er eigenlijk niet zoveel. In de geschiedenis van Utrecht is er eigenlijk niet zoveel gedaan over de geschiedenis van slavernij, over zwarte aanwezigheid in Utrecht. Dus die ambitie konden we ontwikkelen en we hadden eigenlijk net genoeg tijd en in ieder geval genoeg energie om dat ook echt uit te gaan werken. Dus het is wel iets meer geworden dan een inventarisatie. We hebben echt origineel onderzoek kunnen doen, ook dankzij de medewerking van de studenten en de stagiairs en de vrijwilligers. Ja, misschien is het goed om even te laten zien, inderdaad, de redacteuren, zodat we ook even kunnen zien hoeveel mensen en wie er allemaal aan mee heeft gewerkt. Dat is een enorme lijst. Nancy, als ik aan jou mag vragen, waar begin je? Ik hoorde, er was eigenlijk heel weinig. Waar begin je dan met zoeken? Ja, we begonnen bijna bij nul, maar niet helemaal. Remco noemde het de wandelgids van Esther Kepter en Hans Visser, die in 2012 is uitgekomen. En dat was voor ons een heel mooie basis. Maar goed, ik had ook meegewerkt met aan het Amsterdamse onderzoek. Onder andere samen met Gruno Jones, die ook vanavond is. En dat was een heel ander startpunt. Dus het was voor ons heel duidelijk dat we echt in de primaire bronnen moesten duiken. En daarom was Joyce voor ons een hele belangrijke partner, eigenlijk een partner in crime. Dus we hebben heel veel in het Utrechtse archief zitten spitten, zeker ook de stagiairs, maar ook een aantal andere archieven, dus het Nationaal Archief, beeldarchieven, Delver zelfs, Rijksmuseum, heel veel ook gevonden. En natuurlijk ook wel wat literatuuronderzoek. Maar die notariële akte die vormde wel een soort basis. Misschien kan jij aanvullen, Matthijs. Nee, helemaal mee eens. En kijk, die literatuur is er soms wel, maar op deelonderwerpen. En dan vaak wel, over Bellen van Zuilen is natuurlijk gepubliceerd. Maar niet specifiek over die koloniale connectie die in dit boek wel uitgelicht wordt. Door Caroline Driehuis en Mariette Doezen, moet ik dan ook erbij zeggen. Als we de auteurs iedereen de hele lijst geven. Uitlichten. Precies. Ja, en op een gegeven moment kom je ook op thema's uit. Want je moet een boek ook een structuur geven die voor de lezer begrijpelijk en toegankelijk genoeg is. Dus dat zijn ook puzzelstukjes die je dan moet uitvinden samen. Dus en het rare was dat je dit midden in COVID-tijd doet. Dus we hebben eigenlijk alles online gedaan, inclusief het onderzoek. Dus dat betekent dat sommige archiefstukken eigenlijk niet toegankelijk op dat moment zijn. Dus dat was wel een beetje raar. Een van de stagiairs zag ik vandaag voor het eerst, live, in 3D. Dus dat is wel heel bizar. En daar wil ik ook echt wel even een extra kudo's aan de stagiairs geven. Want dat zijn jonge mensen die nog helemaal niet weten hoe ze, onderzoek, weet al een beetje, maar hoe je dan zo'n groot onderzoek moet doen en dan ben je zo ver van elkaar verwijderd. Die hebben ongelooflijk toegewijd daaraan gewerkt. En misschien ook nog wel een geluk, want jullie hebben veel in onze notariële archieven zitten kijken. Dat is een van de grootste archieven die we hebben bij het Utrechtse archief. Archivarissen denken altijd in meters en kilometers. We hebben 30 kilometer in huis. En daarvan zijn de notariële archieven ongeveer 350 meter. En wij zijn daar 30 jaar geleden al mee begonnen om dat digitaal te ontsluiten, scans te maken. En dat was wel handig, denk ik. Ja. Ja. Ja, superhandig. En Joyce en Albert ook. Ook medewerker bij het archief hebben ons twee hele uitgebreide workshops gegeven. Ook ontzettend fijn. Hebben ook zitten meezoeken met ons. Dus dat was gewoon een hele prettige samenwerking. Ja. Ook. Maar in de archieven vind je natuurlijk vooral informatie over mensen die machtig zijn geweest, rijk zijn geweest. Dus veel plantage-eigenaren, maar weinig tot slaaf gemaakt. Hè? En ik vind het knap, ik heb het boek nog niet kunnen lezen, maar wat jullie toch allemaal boven tafel hebben weten te krijgen en te halen. Ja. Kunnen we een scoop krijgen? Wat is een van de dingen die jullie boven tafel hebben weten te krijgen waarvan je denkt, that blew my mind? Nou, ik denk dat we allemaal wel een beetje wisten dat er wel meer te vinden was. Maar als je het ook vindt, ik denk dat voor ons allemaal van, wow, oké. Dit is wel, zoals Remco dat heel mooi beschrijft altijd, krabben aan het vernis van zo'n stad. En dan komen er echt dingen naar boven.
En dat percentage toch ook. Daar hebben we ook wel onze verbazing over uitgesproken. Dus wat je zegt, voor elke, nou, bijna alles wat je vond, hè, dat zie je dan voor het eerst. En je weet dat je het kan vinden en toch verbaast het je ook. Maar moet je even uitleggen welk percentage. Ja. Maar dat percentage, precies, daar kwam ik nu. Ook werk voor een groot deel door de stagiairs. Het aantal vroedschapsleden en burgemeesters dat directe of indirecte banden had in plantages of in andere op slavernij gebaseerde systemen, noemen we dat dan, hè? Dus belangen in de VOC of in de WIC. En dat was 40%. Flink. En dat is flink. 42% zelfs. Nog meer. Pardon. Ja, maar dat boven de 40 hebben we daar volgens mij op sommige plekken. En dan hebben we het over indirecte en directe belangen. En dat zien we zeker in de 18e eeuw. In de 17e eeuw is het nog wat lager, maar het stijgt dus ook. Het is hoog, hè? Want Pointer die bracht vandaag volgens mij ook uit dat voor de Kamerleden in de 19e eeuw 20% was. Ook veel. Hadden we ook veel gevonden als we dat hadden gevonden, maar kan je nagaan. We zitten op het dubbele. Dus dat, ja, nee, daar verbaast ons over, zeker. Ja, we wisten dus eigenlijk niet waar we aan begonnen. En dat is grappig. Ja, je weet dat het er is, maar je weet niet hoe groot het is. En je moet eigenlijk een systeem bedenken hoe je dat nu gaat aanpakken. En wat we dus met behulp van die stagiairs hebben gedaan, is gewoon de lijst van vroedschapsleden gepakt over die eeuwen die we onderzoeken. En op een gegeven moment zijn zij stuk voor stuk gaan bekijken. Kunnen wij in dat notariële archief, hebben staan daar 287.000 notariële akten, die gelukkig allemaal digitaal online beschikbaar zijn, om eens te gaan kijken van welke vroedschapsleden hebben nu belangen gehad in de kolonie, op wat voor manier dan ook, hè, investeringen, dat kan je via testamenten of boedelbeschrijvingen, et cetera. Mm-hmm. En dan kan je dus tot een schatting komen. Het is niet uitputtend, het kan zelfs nog iets meer zijn. Maar het onderzoek wat we nu hebben kunnen doen wijst dus inderdaad uit dat je op tientallen percentages uitkomt van mensen die directe, dan wel indirecte belangen hadden bij op slavernij gebaseerde koloniale exploitatie. Ja. Dus dat is echt met Excel-lijstjes werken en gaan tellen op een gegeven moment ook, hè? Dus je doet kwantitatief en kwalitatief onderzoek eigenlijk tegelijkertijd. En dan ben ik heel benieuwd, Joyce, hoe was het voor het Utrechtse Archief om hier aan mee te werken? Hoe begint dat? Ja, dit is wel bijzonder, want meestal zeggen we tegen onderzoekers, ja, hier zijn de archieven, hier zijn de lijsten, de toegangen en het wijst zich vanzelf. Maar dit vonden we zo van belang, dit onderzoek, dat we er ook gewoon extra tijd en energie in hebben gestopt. En ik moet zeggen dat het voor Albert en mij, mijn collega, ook wel eye-openers waren. Dit soort onderzoek, deze bronnen op zo'n manier hadden we er nog nooit naar gekeken. En er zijn ook nog wel stukken uit dat notariële archief waarvan ik heel benieuwd ben of jullie daar ook nog iets mee hebben gedaan. In 1863 worden plantage-eigenaren gecompenseerd. En die moeten daarvoor naar de notaris om dat vast te leggen. Hebben jullie daar nog iets over gevonden in de archieven? Ja, kijk, dat stond op ons lijstje. Zeker op de to-do-list. En dat hebben we in Amsterdam natuurlijk wel gedaan. Althans, had iemand anders al gedaan. Zijn wij niet meer aan toegekomen. Maar we waren wel heel erg ons ervan bewust. En we hadden bijvoorbeeld inderdaad namenlijsten van inderdaad mensen die gecompenseerd zijn. Nee, ja, dus wij hopen ook heel erg dat er vervolgonderzoek komt. Het is echt een aanbeveling. Wij hebben zelf als Utrechtse Archief aan de Hamburgerstraat nog een publiekcentrum, waar we regelmatig exposities organiseren. En we hebben ook plannen om in 2023, een herdenkingsjaar, om iets met dit onderwerp verder te gaan doen. Dus het lijkt ons fantastisch om met jullie verder te kunnen gaan iets te kunnen laten zien aan de bezoekers in ons publiekcentrum in 2023. En daar biedt dit onderzoek natuurlijk een prachtige aftrap voor. Ja. Doen we natuurlijk graag aan mee, lijkt me. Ik wou net zeggen, dat kunnen we gewoon ja op zeggen, toch? Waarom niet? Ik bedoel, ik heb nu mijn kaartje al gekocht, bij wijze van spreken, dus ik kom gewoon. En ik ben heel benieuwd. Nancy, je hebt ook gewerkt aan het Amsterdam-onderzoek natuurlijk. Ja. Waren er dingen van daar waarvan je dacht, nou, dat kon ik in aanpak een beetje kopiëren?
Of was Absoluut. Het compleet anders in Utrecht? Nou, dan natuurlijk ook COVID. Ja, maar dat was in Amsterdam ook al, ja. Sowieso. Ja, nee, je weet gewoon dat het een ander verhaal is in Amsterdam, omdat er geen kamer is van de Verenigde Oost-Indische Compagnie of de West-Indische Compagnie. Dus nou ja, dat is een van onze conclusies ook. Ondanks het feit dat zulke instituties er niet zijn, is er toch van alles te vinden. Dat is een belangrijk verschil tussen die twee steden. Maar wat ook heel fijn was, was eigenlijk bij wijze van spreken het draaiboek van hoe je dit samen met de gemeente aangaat. Daar heb ik hartelijk gebruik van kunnen maken. En bijvoorbeeld ook met Chantal Chin, die de communicatie deed voor Amsterdam, heb ik ook weer gevraagd voor Utrecht. En ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Er komt heel veel bij kijken wat niks met onderzoek te maken heeft. Dus het is best een project. Dus zowel onderzoeksmatig als niet onderzoeksmatig hebben we denk ik met z'n allen wel veel gehad. Ook aan het Amsterdamse onderzoek. Sterker nog, we hebben ook met zowel met Pepijn Brandon, de coördinator voor het Amsterdam onderzoek, als ook Mark Ponte, die bij het archief in Amsterdam werkt, hebben we ook sessies gehad. Dus dat zijn allemaal mensen die Alex van Stipriaan heeft ons heel veel tips gegeven, uit zichzelf al begon dingen te sturen vanuit zijn onderzoek in Rotterdam. Ja. Want je ziet natuurlijk ook allerlei linken tussen die steden. En uiteindelijk hebben we in het Amsterdamse boek ook nog een hoofdstuk van Meerte Minnaert, die over Amsterdammers die eigenlijk aan de Vecht gaan wonen en een beetje een soort van Utrecht gaan infiltreren daarmee. Dus daar zie je ook een soort mooie link ontstaan aan de Vecht. Oh, dus er zijn ook gewoon Amsterdammers die op een gegeven moment dachten, Amsterdam is te, we gaan ons in Utrecht vestigen. Ja, nou ja, kijk, er waren natuurlijk mensen die zowel investeerden in Amsterdam als in Utrecht. Ja. Of vanuit Amsterdam en vanuit Utrecht. Of vader en zoon. Dus je ziet, het is een netwerk wat interstedelijk is en zelfs ook internationaal. Dit is ook een internationale geschiedenis. Toch, Remco? Absoluut. Nee, maar wat je ziet, dat triggert een paar gedachten. Wat je ziet is dat koloniaal geld, als je dat zo kan noemen, zoekt land. En dat is wat we met Amsterdamse kooplieden zien. Die gaan grote landerijen aan de Vecht kopen. En daar kopen ze uiteraard luxe mee. Mm-hmm. Maar ook status en zelfs een adellijke titel. Ja. En dat zie je dus met Amsterdammers. De huidekopers bijvoorbeeld, die gaan dan aan de Vecht een mooi landhuis bouwen en dergelijke. Dat zie je dus ook bij Utrechters. Die verdienen geld in hun diensttijd in de Oost-Indische Compagnie of de West-Indische Compagnie. Komen terug naar Utrecht en gaan dat dan vervolgens investeren. Ze blijven in Utrecht wonen. Ze hebben vaak een functie in het stadsbestuur als lid van de vroedschap of als burgemeester. Maar dan kopen ze ook een heerlijkheid in de provincie. Ja. En daar kopen ze een adellijke titel mee. En dat verhoogt hun status. Dus je ziet dat de koloniale verdiensten ook een statusverhogende motoriek kent. En dat uit zich in landbezit en in heerlijkheden en dergelijke. Ja, ja. En dat geldt voor Amsterdammers die naar Utrecht komen, maar ook voor Utrechters zelf die dus in de provincie gaan investeren. Ja, en dat zal natuurlijk op elke plek of elke steden zal dat natuurlijk wel op die manier gaan. Absoluut. Als er één ding is vanuit het boek waarvan je zegt, nou, daar zou ik nog wel verder onderzoek naar moeten willen doen en een heel boek over schrijven, als laatste makkelijke vraag. Oh ja, hoeveel tijd hebben we? Ja, dat is wel een goede vraag inderdaad. Nou, ik denk eerder, je kan onderwerpen uit het boek pakken en ik denk dat elk hoofdstuk wel een potentieel boek in zichzelf herbergt. Ja. Nu heb ik een hoofdstuk over negotiaties geschreven. Dat zijn verschrikkelijke financiële producten en daar wil ik nooit meer iets mee te maken hebben. Oké. Maar hij heeft er wel een fantastisch artikel over geschreven. Dankjewel. Maar je gaat er niet meer dieper op in, dus verder ooit. Nee, nee, dat laat ik aan anderen over, ja. die Excel-sheet ook leuk vinden. Ik denk vooral aan de dingen die we een beetje hebben laten liggen relatief. En soms is dat ook, hè, met 1863 dacht ik ook gelijk aan Esther Captain's artikel. Hè. Dat is nou net één van de dingen die wel al eens een keer aandacht had gekregen in de historische literatuur. Maar er zijn ook dingen waar we wat minder aandacht aan hebben besteed. De universiteit in de volle breedte, daar ligt nog van alles.
En daar denk ik als eerste aan. Daar zou zeker ook apart, nieuw, diepgravend onderzoek naar mogen komen. Ja, precies. Want als ik daarop mag aanhaken, Kromme Nieuwegracht 29, ben ik als student begonnen. Daar ligt nu een verhaal. Kromme Nieuwegracht 80, heb ik mijn scriptie geschreven. Daar ligt een verhaal. Theater Kikker kwam ik heel graag altijd. Daar ligt een verhaal. Ik heb lesgegeven op meerdere panden in de Drift. Nou ja, je struikelt gewoon over die verhalen. En heel veel daarvan komen inderdaad van de universiteit ook. Dus ja, super interessant materiaal. Ik hoop ook echt dat de universiteit daar ook iets mee gaat doen. Maar wat denk ik ook wel uniek is aan het Utrechtse boek, is die kerkelijke aspecten. Die nog relatief weinig sowieso in Nederland zijn onderzocht. Maar Janneke Steegman heeft echt een fantastisch theologe. Echt een fantastisch artikel daar weer over geschreven. Nou, daar kan je ook gewoon avonden over doorzagen en over schrijven. En jullie hebben heel veel mooi materiaal in huis. Ja, ik vond het zelf ook jammer, dat, want dat heb ik in het begin meteen tegen jullie gezegd, die kerken, maar het moest ook echt binnen de stad blijven. En wij zijn als Utrechtse Archief het Landelijk Centrum voor Kerkelijke Archieven. En we hebben onder andere de archieven van de Hernhutters, de Evangelische Boerengemeente. Ja. En die zitten net buiten de stad, in Zeist. Maar die hebben natuurlijk enorme zending verricht in Suriname. En daar hebben we prachtige archieven met hele mooie foto's, verslagen. En ja, dat waren snoepjes waar jullie verder niks mee konden. Nee, want ik heb het echt geprobeerd. Maar we moesten echt binnen de stadsgrenzen blijven. Ja. Ik heb af en toe gesjoemeld vanwege de vecht dan, bijvoorbeeld. Ja. Maar Bellen van Zuilen had dan een huis ook in de stad. Maar woonde eigenlijk in Slotzuilen. Nou ja, dat soort. Dan kan je nog een beetje sjoemelen. Maar nee, dat zou fantastisch zijn. Ja. Wordt vervolgd. Ja, het is fijn dat er materiaal is voor meer. Ja. En voor jou, Remco? Veel dingen die al genoemd zijn. Ik denk, als we over de universiteit praten, niet alleen maar aan de universiteitspanden, maar eigenlijk hoe de universiteit, hoe de wetenschap in Utrecht gediend is en geprofiteerd heeft van koloniale exploitatie. Er is eigenlijk geen vakterrein dat niet geprofiteerd heeft van de koloniale exploitatie, of we het nou hebben over natuurhistorie, dus biologie of antropologie, maar ook de geschiedenis, zelfs rechtswetenschap. De manier waarop wij wetenschap nu bedrijven is eigenlijk ondenkbaar zonder het koloniale verleden. En ik zou het heel mooi vinden, en dat denk ik dat we dat ook wel gaan doen, is als de universiteit of mensen in de universiteit dat nu eens zichtbaar maken. En een tweede ding is wat in het boek wel goed naar voren is gekomen, waarvan ik hoop, het is ontzettend moeilijk, dat daar nog eens dieper naar gekeken wordt, is naar de zwarte aanwezigheid in Utrecht. Ook in de vroegere tijd. We hebben een aantal namen. Het is heel moeilijk om in het notarieel archief te zien welke kleur iemand heeft. Dat staat niet in de notariële akte. Maar het zou heel erg mooi zijn om daar nog meer vlees aan dat bod te krijgen. Ja, het zijn mooie onderwerpen, het zijn mooie thema's. En ik denk, als ik zo om me heen kijk, hoor ik weer af en toe een soort van Dus mensen in het publiek zijn het er helemaal mee eens. Ik ben er ook heel benieuwd naar. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie komst. Kunnen we een applausje doen, even kort? Zodat het toch ook duidelijk is dat we een live publiek hebben. Zoals ik net al zei, hebben we ook cultureel intermezzo, wat heel fijn is. Dus we gaan kijken naar Jomesia Oosterwolde en Jurgen Gario. Ik dacht even misschien nog iemand anders, maar nee, toch niet. Die komt straks. En zij gaan een stuk doen uit de voorstelling Sides of Memory van de theatergroep Future of the Past. Forged in the fire, my heart is tired, home keeps on calling, and hope keeps on pulling me. Forged in the fire, my heart is tired, home keeps on calling, and hope keeps on pulling me down. I can't move around. Hope keeps pulling me down. I can't move around. Even right now, in the middle of this crowd, home cries get louder. Oh, even when
the sun is out, there is a dark cloud hanging over me. Forged in the fire, my heart is tired. Hope keeps on calling, and hope keeps on pulling me. Forged in the fire, my heart is tired. I can't move around. Hope keeps pulling me down. I can't move around. Hope keeps pulling me down. Hope keeps pulling me. Wij eten. Jij van mij en ik alleen. Om het eten ontdek ik spreken. Door mijn woorden op een goudschaaltje te wegen. Met de tijd ontdek ik koken met weinig licht. Toch eet iedereen van mijn vuur. Iedereen leeft in mijn licht. Eet van mijn aardlagen. Mijn vuur kookt de taal. Mijn vuur kookt de taal. Geen tong is zo heet. Wie leeft nog steeds van de vuurtaal? Wie eet nog steeds van de stilte in de stenen? Wie houdt nog verborgen wat zo lang misbruikt is? Wie zwijgt nog steeds hun eigen licht gestolen? Wie danst met de deugd en heeft verloochend? Danst met pseudo-deugd en zwijgt ervan af te zien. Geweld gepolijst in de fundering van deze beschaving. Handel benoemd tot hoofdzaak, kind als bezit, vrouw tot eigendom, mens als werktuig. Ja, het is altijd gek om het dan na zoiets moois en intens dan weer over te moeten nemen. Maar dank jullie wel, Jomesia en Jurgen. Dan wil ik graag het tweede panel van vanavond naar voren roepen. En Jurgen, daar zit jij ook in. Dus kom erbij. Dat is Jurgen Gario, Quincy Gario. Sorry, Kuno Jones. Ik ben even een beetje... en Lulu Helder. Zo, ik neem een slokje water, dat helpt altijd. Lulu, Kuno en Quincy, jullie zijn auteurs, ook uit het boek. Dus dat is even, er zit dus onderzoek in het boek. En er zijn auteurs die schrijven over zwarte geschiedenis in Utrecht. Ik wilde eigenlijk graag beginnen met jou, Quincy. Je had een heel mooi verhaal, ik heb al een stukje mogen lezen namelijk, sorry. Over een 8 mm camera. 8 mm film, inderdaad. Ja. Waarbij we eigenlijk de stad zien op een manier dat ik het zelf nog nooit had gezien. Ik ben in 2002 naar Nederland gekomen om te studeren, hier bij de Universiteit Utrecht. En in 2019 was ik op Curaçao en mijn oom gaf me toen een bruine papieren zak. En hij zei van, hey, ik heb hier wat Super 8 films. Ik weet dat je bezig bent met film. Kijk maar wat erop staat. Kijk maar wat je ermee kan doen. Ik heb het toen laten digitaliseren door Onno Petersen in Amsterdam. En het was geweldig. Ik zag zijn atelier. Hij heeft hier in Utrecht schilderen gestudeerd. Van 1977 tot 82. En toen is hij begonnen bij Nimeto. Dus de leraaropleiding hier. En in die periode heeft hij dus een Super 8 camera gehad. Dus hij filmde zijn eigen leven. Ik zag ook beelden van een kerstmis met allemaal familie. Hij is op een tripje geweest naar een museumpark in Antwerpen. En carnaval. Hier door de straten van Utrecht, 1983.
En ik dacht bij mezelf, oké, ik heb hier gestudeerd. Ik heb gender studies gedaan. Ik heb postcolonial studies gedaan. Ik heb cultural sociology gedaan. Ik heb theater, film en televisiewetenschap gedaan. Nog nooit hebben we het over carnaval in Utrecht gehad. Ik heb het er ook nog nooit over gehoord. Dus ik was echt flabbergasted een beetje. Ja. Maar voordat we verder gaan, echt respect. Dit zijn echt helden van mij. Dus ik vind het echt heel tof om op een panel te zitten met jullie. En mijn broertje, thanks. Sowieso. Wat is het? Ik bedoel, jij hebt dat stuk geschreven, maar wat doet het voor jou ook om zo'n stukje familiegeschiedenis mee te krijgen? Nou, ik heb het nog niet gelezen. Het bijzondere is dat de band die wij delen, dat komt soms niet helemaal terug in de wetenschap die wij samen onderzoeken. Dus ik heb het boek vandaag pas in handen gekregen. En het is ergens ook zo heftig om te weten hoe je verbonden bent aan zo'n geschiedenis. Dat is geen vermaak. Dat is veel meer een soort van eigenaarschap ontdekken waarvan je nooit eerder wist wat voor kracht het had. Dus dat ga ik heel, daar ga ik heel langzaam het materiaal tot me nemen. Snap ik, mooi. Dankjewel. En Kuno en jullie, Lulu, sorry, jullie stonden een beetje aan de wieg van Nieuw Perspectief. Dat kan jij beter vertellen dan ik, Lulu. Wat is Nieuw Perspectief? Ja, Nieuw Perspectief was eigenlijk, als ik vanuit mijn eigen perspectief spreek, ik was een jonge student. Ik had al de dansacademie gedaan, ik had op het conservatorium gezeten, het Zweling Conservatorium, en ik besloot, ik ga studeren. En ik woon op dat moment samen in Daalwijk, in de Bijlmer. En ik dacht, ik ga naar Utrecht. Want ja, dat curriculum daar bij sociale wetenschappen, het bood echt heel veel, het belooft veel vrijheid. Dus ik dacht, dan kan ik gewoon lekker mijn gang gaan. Zonder dat iemand me stoort. Met dit moet je doen, dat moet je doen, zus moet je doen. Want ik wilde eigenlijk Black Studies studeren. Ik was altijd binnen de muziek, was ik geïnteresseerd in John Coltrane, Miles Davis, de jazz. In de dans was ik geïnteresseerd in Elvin Ailey. Ik volgde ook workshops in New York en Keulen, echt bij Elvin Ailey Dance School. Danseres van net zal dat herkennen. En dus ik wilde eigenlijk Black Studies doen, bleek niet te bestaan. Dus ging ik naar Utrecht. Maar je moet je voorstellen, ik woonde in Daalwijk, in de Bijlmer. En dan ging ik naar Duivendrecht om de trein te pakken. En het duurde maar een kwartier om in Utrecht te komen. Maar het was een totaal andere wereld. Weet je, ik ben geboren en getogen Amsterdammer. En ik kende Utrecht ook eigenlijk niet zo goed. Dus ik toog daar echt naartoe, ook als een soort van avonturier. En ik dacht dat we les zouden hebben in het centrum van Utrecht. Wat ik nog wel een beetje herkende van Amsterdam. Maar toen bleek dat ik een bus 12 moest pakken. Waar ik 20 minuten door een soort van niemands land. En ik vroeg me af, wanneer zijn we er nou? Toen kwamen we in een soort landschap van weilanden. En daar was een campus. Oké, dus hier gaan we studeren de komende jaren. Ik durfde niet te stoppen. Want ik had al op de dansacademie gezeten. Ik had al op het conservatorium gezeten. Dus ik dacht, oké, ik moet nu hiermee doorgaan. Het is eigenlijk een heel lang verhaal. Zit er nog wel aan je lippen, geloof ik. Dus. Nou ja, hoe ben ik bij Nieuw Perspectief terechtgekomen? Ik had gewoon een gemeenschap nodig. Ik kwam daar als Amsterdammer. Ik kwam uit een mindset die gefocust was op zwarte cultuur. En het was voor mij een wereldvreemde situatie daar. Weet je? Ik verwacht niet dat als ik naar een les ga die over racisme gaat, dat ik geen zwarte auteurs zie. Dat verwacht ik toch niet? Wie verwacht dat nou? Maar die docent vond het heel normaal. Nou ja, weet je, dat soort clashes maakte ik dus mee in Utrecht. Totdat ik, godzijdank, Guno Jones tegenkwam bij wiskundecursus die we moesten volgen. En Guno die kwam weer Scotty Gravenberg op de universiteit tegen. Ik hoop niet dat ik nu jouw verhaal... Wil jij het hier oppakken? Ik improviseer wel. Oké. Guno kwam Scotty tegen. Samen bedachten ze, we moeten een postkoloniale studiegroep starten. Hè, voor studenten zoals ons, zoals wij. En dankjewel. Ja.
En toen vroeg Scotty Gravenberg mij of ik... Ik kende hem nog niet echt, maar ik kwam hem tegen. En Guno kende hem al. Die vroeg of ik bij die studentenwerkgroep wilde. En natuurlijk was ik blij. Het was mijn oase in een woestijn. Dus ik was er ontzettend blij mee. En nou, dat heeft mij wel gered, moet ik zeggen. Ik ben wel daarna naar Howard University in Washington D.C. gegaan. Omdat ik gewoon meer zocht. Mm-hmm. Maar op dat moment, we hebben geweldige sprekers gehad. Geweldig. Guno kan daar meer over vertellen. Graag. Ja, inderdaad. Dat provinciale eigenlijk. Volgens mij zet je microfoon niet aan. Oké, moet ik iets doen? Ja, die omhoog. Yes. Ja, nee, dat provinciale wat jij eigenlijk al zegt, hè, dat had je ook in de antropologie. Dus ik studeerde antropologie en het was dan, het was echt de antropologie van de ander. Dus de gekoloniseerde was eigenlijk het impliciete onderzoeksobject. De ander. Hè, en dat was ik ongemakkelijk onder. Dus ik vond dat er heel weinig reflectie was over de relatie tussen kennisvorming en macht in de antropologie. En ik wilde iets met... ik wilde dominantie onderzoeken. Hè? Dus hoe dominante etniciteit geconstrueerd wordt. En dat vond ik... Dat kreeg ik niet in mijn studie. En gelukkig was er wel een docente die aan klomp. Die mij daar de ruimte voor gaf. En dus ik heb eigenlijk extra curriculair, kan je zeggen... hebben we met nieuw perspectief ons eigen curriculum ontwikkeld. Ja. En ik heb geluk gehad dat ik dus dat er wel mensen waren die datgene wat ik miste en datgene wat ik volgens mij kon doen om dat ook te doen. Dus ook om witte etniciteit met antropologische concepten in kaart te brengen. Dus dat is een beetje mijn traject naar nieuw perspectief geweest. En toen hebben we eigenlijk zijn we gewoon heel begonnen. Ook niet vanuit het idee dat het iets bijzonders was, maar gewoon iets wat een soort gemis uitdrukte. Ja. En een soort een poging daar voor onszelf in ieder geval verandering in aan te brengen. Dus we hadden ook nooit gedacht dat stuk van Loenen nog ooit geschreven zou worden erover. En ten tweede dat het dus ook andere mensen zou kunnen inspireren of dat het iets bijzonders was. Heel even op de achtergrond hebben we een plaatje van Nieuw Perspectief van een bijeenkomst. Ja, want na de bijeenkomsten, dat was eigenlijk het leukste deel eigenlijk, gingen we altijd met z'n allen naar de kroeg. Mm-hmm. En welke professor ook op bezoek was, die ging altijd mee. En hier zijn we inderdaad in Utrecht samen met Anil Ramdas. Die was die avond spreker. En daar spraken we eigenlijk op een meer informele manier na de lezing. Die dan altijd gehouden werd op het adres achter Sint-Pieter 25. Spraken we op een informele manier eigenlijk verder over het materiaal. Dus super boeiend. We hebben ook allerlei gastdocenten die eigenlijk te gast waren. Bijvoorbeeld bij de Universiteit Utrecht en Leiden. Die hielden bij ons ook lezingen. Ja. En altijd heel vrijgevig, zeiden nooit nee. Het was een geweldige, tijd. En dankzij Nancy is dit artikel, dit essay er gekomen. Want eigenlijk op het moment dat je erin zit, hè, dan denk je, ja, dit is normaal. Dit is de normaalste zaak van de wereld, toch, zo'n ontwikkeling. En achteraf realiseer je, oh mijn god, ja, wat wij daar deden. Want volgens mij weet niemand... eigenlijk op de Universiteit Utrecht dat we dit deden. Was het dit lezen voor het eerst ook? Nee. We hingen het ook niet aan de grote klok. En de groep was ook beperkt. Hè? Je kon er ook niet zomaar bij of zo. Dus, we hadden een ballotlating. Het was een soort geheim genootschap. Ja, want je had soms, met alle respect, je had soms vriendinnetjes van mensen die erin zaten. En die dan de zwarte medemens beter wilden leren kennen door zich bij ons... Het is toch zo, werd het een beetje badinerend genoemd. Ja, de zwarte medemens wilde leren begrijpen door bij ons werkgroep te komen. En dan zeiden wij, hold up, nee, dat gaat niet gebeuren. Het is niet zo'n werkgroep. En, wat zeg je? Het is niet zo'n werkgroep. Nee, dat is niet, precies dat werd ook geadviseerd. Ga naar zo'n werkgroep. Dus
dat was heel bijzonder in die tijd. En ja, dankzij Nancy is het opgetekend. Want ik heb zelf nooit over nagedacht. Van, daar moeten we een keer iets over schrijven. Dus waarvoor mijn dank. Scotty Gravenberg. Inderdaad, vooruitstrevend student. Heeft altijd, is er helaas niet meer. Heel was. Maar Scotty, deze is ook voor jou, dat artikel, het essay. Is Nieuw Perspectief begonnen, samen met Guno. Heeft altijd kritisch gestaan, altijd vragen durven stellen bij filosofie. En toch een, ook een behoorlijk witte vakgroep destijds. Ik weet niet hoe het nu is. Maar is altijd kritisch geweest en heeft ook aan het begin gestaan van... Nieuw Perspectief, het artikel, het essay is daarom ook aan hem opgedragen. In nagedachtenis van Scotty Gravenberg. Ja. Ik moest een traantje wegpinken toen ik, het, toen ik die laatste zin las. Ik heb Scotty voor het eerst ontmoet bij Nuit Blanche in Amsterdam, 2011. En er was een vriend van mij, Dimitri Madimin, die zei van... Hey, ik ken iemand die jij moet ontmoeten. Mm. En ik was toen net bezig met Zwarte Piet Racisme. Ik liep rond met dat shirt. Iedereen dacht van, die is helemaal... Dat klopt niet helemaal. Ik had jou in de zomer ontmoet. Op, ja, in het tent, Oosterpark. In het Oosterpark op Kitty Kotti. Ja. En daarna Scotty. En Scotty had zoiets van, ja, tuurlijk. Ja, let's go. Ja. Dus het, zij schetsen een beeld van nou ja, toen en van rondom inderdaad Nieuw Perspectief. Herkennen jullie dat qua studeren en qua universiteiten? Ja. Is het nu heel anders? Nou, ik ben ook al een poosje weg uit Universiteit Utrecht. Dus ik weet niet hoe het er nu aan toe gaat. Ik weet wel dat er goede mensen zijn die dingen proberen te doen. Maar ik heb wel verschillende keren te maken gehad met docenten die niet helemaal begrepen... wat ik probeerde te zeggen of wilde doen. En ik ben ook zo'n eeuwige student geweest... die gewoon van vakgebied naar vakgebied ging op zoek naar... oké, er moet iets zijn. En uiteindelijk kwam ik terecht bij gender studies... en toen dacht ik, ja, dit is hem. En toen was professor Gloria Wekker er nog aan verbonden... en het was echt zo'n eye-opening van... oké, dit is dat gevoel wat ik als zwarte Caribische man... van Curaçao in Sint Maarten met familie op Aruba en Sint Croix... dit is wat ik nu... Dit is hoe de wereld voor mij gevormd is. En zo kan ik het ontleden. Of zo kan ik er naar kijken en dingen erover zeggen. En dat was zo belangrijk. Om daar in zo'n hoorcollege te zitten. En dan volgens mij een van de eerste schetsen van een van de hoofdstukken van wat uiteindelijk Witte Onschuld zou worden. Om dat te horen. Dan denk je van, holy crap. En dan vervolgens is het 2016... En dan zit je in het Tropenmuseum en er is gewoon 500 man die voor een boekpresentatie komt. En dan denk je van, dat is wat wetenschap kan doen. Dus ook voor mij, dan als ik daaraan terugdenk, dan denk ik van ja, ik heb hele toffe dingen mogen doen. Hele toffe dingen mogen weten, te weten komen. En van daaruit mijn eigen pad gevonden om dingen te doen. En dus soms werken we samen... En dan hij is dan meer van een soort van, oké, nee, misschien moet je het zelf uitleggen. Maar ik ben dan heel erg van dat cerebrale en dan van, oké, wacht even, dit zijn de linkjes en zo doen we dat. Mm-hmm. En dan heeft hij zoiets van, nee, wacht even, het moet wel anders doen. Je wilt te veel. Leg maar uit. Graag. Ja, om nog heel even ook terug te komen bij Scotty en zijn nalatenschap. Ik ken hem ook alweer op een hele andere manier. Ik weet nog dat wij met Sites of Memory, de eerste keer dat ik volgens mij meedeed, kwamen we langs zijn huis, want ik ken hem eigenlijk via een gedeelde ex-vriendin. Die laat ik even buiten beschouwing. Maar dat hij ons uitnodigde met een groepje, omdat hij zag waarmee we bezig waren, gewoon in zijn huis op dat moment. En hij liet ons meest vooruitstrevende muziek horen. En de openheid en warmte waarmee hij dat deed is, ja, is ongekend. Dus dat wou ik nog even zeggen. En waar Quincy het dan over heeft is... identiteit. En hoe dat eigenlijk uit te dragen... niet alleen maar in gedachten, maar ook in zijn. Dus als zwarte Caribische man met de roots daar... om je te vestigen als dichter in Nederland...
Het zou je soms zelfs ook tot waanzin kunnen drijven, omdat je altijd... altijd ben gebonden aan een vooroordeel vanuit deze wetenschap. Ja. Dus de wetenschap bepaalt al hoe jij ook in de kunst je gaat bewegen. Of hoe het eruit ziet, omdat het via antropologische wegen dus is onderzocht. Dat alles wat jij bijvoorbeeld gaat doen, dat dat gelinkt wordt aan rap. Mm-hmm. Altijd en overal. Zonder dat je dat zelf doorhebt of zonder dat je het zelf wil, ben je altijd de rapper als zwarte man op het podium. Wat bizar is eigenlijk. Ik bedoel, en niks te nadelen van rap en hip-hop. Precies, niks te nadelen van grondleggers. Maar ik kijk veel meer naar Kane the Poet en The Last Poets. Ik kijk veel meer naar met het minimale het maximale kunnen uitdragen. Het is gewoon met de gedachten en de woorden die je hebt en onze orale traditie eren. Niet de documentatie en het ego willen eren op het podium. Met eigen geschreven werk in een bundel. Wat weer wat weer hoogdravend wordt gezien. Ja, maar het probleem is dan tegelijkertijd wel. Ja. Maar goed, je moet even ingrijpen af en toe. Hè, want ja. Zo zijn we ook. Het ding is tegelijkertijd wel. Als je niet publiceert, kom je niet terecht in die archieven. En dat is eigenlijk ook wat Lulu net zegt, hè? Precies. Op het moment dat dit niet geschreven is over een nieuw perspectief, ja, is er een heel groot publiek wat je uiteindelijk niet bereikt met dit verhaal. Ik denk wel dat je inderdaad kan nadenken over de vorm waarin, hè? Dus dat je, want we worden allemaal gestimuleerd om een soort pompeus subject te worden, hè? Dus dat is ook een denk ik, een erfenis van het kolonialisme, dat we allemaal iets moeten voorstellen. En dus in die zin worden we allemaal ook geproduceerd door dat kolonialisme. En het is heel moeilijk om je er in dat opzicht aan te onttrekken, zeg maar. En dat is volgens mij waar de vrijheid in zit. Maar de vraag is of de vrijheid, voor mij in ieder geval, of de vrijheid ooit bereikt kan worden. In de orde waarin we zitten, de talige orde. Wat bedoel je precies? We moeten allemaal iets voorstellen. Kun je dat toelichten? Nou ja, dus dat hele, ik denk het hele neoliberalisme, dat stimuleert ons allemaal om te produceren, om jezelf uit te drukken, om jezelf te laten zien, om te presteren. In ieder geval binnen de universiteit is dat heel erg sterk. Mm-hmm. Het hele idee van individuele zelfvergroting, zeg maar. Yeah. En dat, maar tegelijkertijd, als je niets doet, word je ook niet gezien en heb je ook geen, raak je ook andere mensen niet. Nee. Op een of andere manier. Ja. Maar als je wel wat doet, word je ook vaak niet gezien, hoor. Dat is, vooral dat als is, ja. Zwarte vrouw je wordt. Het is ongelooflijk hoe onzichtbaar. Ik moet je zeggen, ik heb een boek gepubliceerd samen met Scottie Gravenberg, Sinterklaasje, Kom maar binnen, zonder knecht. Maar ik ben nog nooit ergens uitgenodigd om over het boek te spreken. Dat is toch heel apart? Ja. Maar... men ging dan allereerst naar, vroeg dan Scottie, hè, als man zijnde. Of, ik weet nog, toen wij interviews deden in België voor dat boek, want het verscheen bij een Belgische uitgeverij, dat die journalisten alleen Scottie aankeken. En gewoon mij geen vragen stelden. Dat ik op het eind van zo'n persdag was ik gewoon helemaal, weet je? Ja. Ik was gewoon zo kwaad. Dus soms kan je, maar ook dat mensen herhalen, kan je vragen... wiens initiatief was dat nou, dat boek? Terwijl ik al heb uitgelegd hoe dat proces is verlopen. Hè? Dat ik dat initiatief heb genomen. Dat ik al 5 jaar bezig was in de Bijlmer met andere Zwarte Pieten, Zwart Verdriet. Maar dat wordt heel makkelijk van tafel geveegd. En op de een of andere manier is het lastig om zwarte vrouw in die rol te zien als initiator... die dat soort dingen doet. Dus soms kan je dingen doen, je kan dingen publiceren, maar je wordt nog steeds gemarginaliseerd. En we moeten ook oppassen, denk ik, dat we dat niet naar elkaar toe doen. Hè? Want er zijn ook documentaires geweest die door zwarte makers zijn gemaakt, die gefilmd zijn in de Bijlmer, maar wij zijn niet gevraagd. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. En dan hoef ik niet per se gevraagd te worden, want Zwarte Piet, Zwart Verdriet was een beweging en ik was de woordvoerder en ik heb het mede opgericht, maar er stonden heel veel vrouwen in die beweging, moeders die kinderen op school hadden in de Bijlmer,
En die dus die ellende van die Zwarte Piet aan de lijf ondervonden. Maar die werden ook niet gevraagd voor zo'n documentaire. Dus we moeten ook heel erg oppassen dat we elkaar niet marginaliseren. En dat we die processen en niet herhalen. Ik denk dat dat een supermooie afsluiting is voor dit panel. Dank je wel daarvoor. Mag ik even een applaus? En dan moet ik volgens mij weer hier staan. Yep. En dan gaan we sorry. En dan gaan we naar het volgende stukje uit de voorstelling. Future for the Past van Sites of Memory. En dan mag ik hier zitten. How do we tell impossible stories of women, children, and men bearing names that deface and disfigure, about the words exchanged between captives that were never recorded in the archives, their appeals, their prayers, their secrets never uttered because no one was there to receive them. We intended both to tell these impossible stories and to amplify the impossibility of their telling. Our intention wasn't anything as miraculous as trying to recover the lives of the enslaved or redeeming the dead, but rather to paint a more full picture of these lives that have been held captive by history. It's the irreparable violence of slavery that lives precisely in the stories that we cannot know and that will never be recovered. This is the afterlife of slavery. A past that is yet to be fulfilled, and the ongoing state of emergency in which black life remains in peril. So what do we do in the meantime? We must continue to interrogate the production of knowledge, establish who we are in relation to who we have been, recruiting, recovering, retrieving, and reconciling the past for the sake of the living. Mia tiene bota llora. Pere fe bon polanta mas, mia tene bota llora, lágrima mani ballena, tras y huevo cupo guanta mas. Mia tene bota llora. Mia tene bota llora, busca bebo bumbu haya, bagimbo ama bota queda clara. Mia tene bota llora, cría fuerza bobo queda atrás. Mia tene bota llora, tra duro quebra lomba, Dios aperta y te ahoga más. Mía tiene bota llora, mía tiene bota llora, mía tiene
Dankjewel, Chomesia, Jurgen en Jennifer Tosh. Dan gaan we nu naar het derde en laatste panel van vandaag, waar Jennifer ook aan deelneemt. Dus... en Katie Streek. Ook al hier, nice. En Leroy Lucas, voorzitter van Kitty Kotti Utrecht, onder andere. Katie Streek is regisseuse en Jennifer Tosh, oprichter van Sites of Memory. Ik ga deze even uit beeld halen. Zo. Oei. Goedenavond. Goedenavond. So my first question is for Jennifer. Oh, thank you in English. You guys are always too easy on me, but that's I appreciate it. Why is it too easy? Well, mijn Nederlands is niet zo geweldig. I begrijp Nederlands and my family is Nederlanders and spreek Nederlands. But you everybody speaks English, so I just get off easy. Well, no, it's no problem. I'll just do my best and we'll see how it goes. Okay. You started Sites of Memory in 2015. Why? Why? Well, it's a great story, actually. Yes, so Katie and I, we shared an office. Katie's a theater maker, and I, a cultural historian, I had the founder of the Black Heritage Tour in Amsterdam, and a co-writer with Nancy of three guidebooks about Amsterdam, Dutch New York, and the Netherlands. And so Katie actually was a programmer for Afro Vibes. And part of the program, they took the group, the artists, on a tour. And she and I, sitting across from each other, were just having a chat. And she said, wow, wouldn't it be interesting to create the tour narrative with the theatrical production, you know, with music and dance and artists interpreting this narrative through their lens. And of course, I'm all for it. I'm like, oh, that's a great idea. Let's do it. And really, I think we just went for it, right? And we started, before we became an official foundation, we just were invited by the theater school in Amsterdam to create a production. So this is really like history theater, mm-hmm. using interpretations from dancers and spoken word artists, musicians, visual artists, and... yeah, we just create this magical experience where people can immerse themselves in a way that also is confronting, but you know, art and performance allows you to stretch the boundaries. So it just grew, and every year it has evolved, and now even I am a character in this performance, which is the most fun. Because there wasn't like there wasn't what you were trying to no, do. No, in the beginning I was a guide. I was still I was still in the role of a guide, and we're on a boat, and you know, then there's these interventions when you pass a historical site along the canals in Amsterdam. And so yeah, I was leading the group, but people were experiencing the artist. And then a couple of years ago, is it 2 or 3 years ago? Again, Katie, the brilliant theater maker she is, said, you know, you should become part of the production. And of course, as a natural actress, I said, of course. Why didn't we think of this sooner? And so I became a griot, a storyteller, which I already am in my work. And so I got a costume. I got lines. It was really exciting to transform myself into myself. And yeah, that's how it's grown. And how is it to use like history facts, like pretty dry stuff sometimes? Don't say that. We historians don't think it's dry at all, right? We love our history stuff. But no, you're right. It can be. What I think what makes it special is that history theater is based in research and of course of knowledge that has been produced. But it also, again, we're able to push beyond the boundary of what the facts are. And we use as a theoretical framework called critical fabulation, which for those of you who have studied Saida Hartman's work, where what we are trying to do is embody the spirit of the voices of the past who've been silent. So, Siti in Utrecht or Edward, what would they say if they could speak back to us? So we're creating a script. In a way, we're fabulating or imagining what would their conversations between Siti and Sabila.
if they were just, you know, sitting by the canal. So that allows us also to use our imagination to expand beyond the facts. And then we can also imagine how they would respond to living in society where slavery was present, or where there was this going on around them, because that's not usually what we're thinking of. We're centering usually the white gaze, or the colonizer, or the, you know, we're not usually looking at the people who were the objectified by the history, and that's what I think makes it most interesting for me. You think that is that is an important role? Absolutely. Not just theater, but for us to look into also to shifting the gaze, as we say. So we're centering this black experience, or the people of color, non-white people, their experience. And what would they say about this, their story? They have a story. And now we're just starting to learn more about the lived experiences of people, which is something we often also didn't pay attention to. And I think that's what we need to know, is to rehumanize this history, to not just make it so abstract as numbers and facts and places, but the lived experiences of people. Maybe just to add to, I think that's also how Jennifer her role grew, because in the beginning, dus misschien even doorgaand op wat Jennifer zei in het Nederlands. Ja. Haar rol is ontwikkeld, omdat in het begin waren we ook heel erg op zoek naar eigenlijk de historische kennis en achtergrond in onderzoek. Dat vormde altijd de basis. Maar we kijken ook heel erg naar hoe speelt die geschiedenis een rol in het heden? En hoe gaan kunstenaars om met de verhouding tot die geschiedenis vandaag de dag? Dus het is niet alsof we een geschiedschrijving doen of een navertelling van geschiedenis, maar we gaan echt in dialoog met de verhalen uit de geschiedenis en daar een artistieke, dat eigenlijk gebruiken als een bron voor artistieke inspiratie. En voor Jennifer betekende dat ook dat het echt wel een enorme opoffering was vaak, want zij heeft natuurlijk enorm veel verhalen onderweg. Dus dat had Nancy, met wie we hebben gewerkt aan de voorstelling in Utrecht, ook mee te maken. Je hebt natuurlijk, je loopt een route en er zijn misschien 8 verhalen te delen op de route. Historische verhalen die allemaal relevant zijn. Maar binnen een artistiek proces gaan we kijken naar hoe verhouden de verhalen zich tot elkaar. Welke thema's komen erin naar boven? Welke centraliseren we, welke niet? En uiteindelijk betekent het ook kill your darlings. Want dan kunnen we dus niet alle verhalen vertellen die zo belangrijk zijn. Maar gaan wij juist de verhalen delen die het tot één verhaal maken. Of waarin we eigenlijk verschillende perspectieven laten zien die het tot één vertelling brengen. En als het gaat om de stad Utrecht, zeg maar, ik bedoel, jullie hebben daarvoor ook gebruik gemaakt van het onderzoek. Hoe was dat? Wat voor stemmen erin dacht je, die moet ik hebben, die wil ik hebben? Ja, in Utrecht was het ontzettend fijn om met Nancy te werken, omdat zij natuurlijk het hele actuele onderzoek kon laten zien. En wat we al gauw merkten, we werkten vanuit Future for the Past, en dat is misschien heel even kort terug te gaan, is het een uitwisseling met makers uit Nederland en Zuid-Afrika. Dus het gaat over de verbonden geschiedenis tussen beide landen. En als we dan naar Utrecht keken, gingen we dus ook allereerst kijken welke verhalen zijn verbonden met die koloniale link. Dus ook met de VOC-geschiedenis, met Afrika als continent, maar ook Indonesië. En we merkten ook dat de verhalen hier heel anders zijn dan oorspronkelijk Amsterdam of Kaapstad. En dat juist de verhalen van de zwarte gemeenschap in Utrecht gecentraliseerd werden. Dus we hebben ons, het werden, nou, dit is een soort teaser voor wat er straks komt. Maar we hebben echt heel erg de verhalen van met name 3 personen die in Utrecht woonden in de 17e en de 18e eeuw hebben we gecentraliseerd. En dat zijn dan Siti, Sibylla van Batavia en Eduard van Akaboa. Dus we hebben eigenlijk uiteindelijk gekozen om de stemmen van die gemeenschap in de voorstelling naar voren te brengen. En daarin moesten we gebruik maken van critical fabulation, omdat weinig bekend is over hun
met name hun ervaringen hier. Ja. Soms is er alleen maar bijvoorbeeld van Sibella weten we dat zij de naam draagt van degene voor wie zij moest werken. En voor de rest is er heel weinig bekend. En gebruiken we een artistiek proces om stem te geven aan wat haar wensen misschien waren, hoe de ervaring was, hoe er toch een vrij kleine gemeenschap was waarvan wij weten. En de eenzaamheid die misschien gevoeld werd. Dus dat hebben we in de voorstelling proberen naar boven te halen. We hebben een fragmentje, zodat we even een teaser, een gevoel kunnen krijgen bij waar we het over hebben. No more science. Our voices in our tears. Receiving and not knowing. The transparent is a comfort. Our bodies hold stories that want to be told. We are exactly where we need to be, collecting the elements of change. If your glory is connected to violence, do not repeat. Our voices, transparent in our tears, seeking transformation, will set us free. Cool. Wow, yeah. Super cool, right? Yeah. Ja, gelukkig kunnen we de voorstelling nog gaan kijken. Daar vertel ik jullie straks meer over wanneer. Maar hij speelt vanaf, oké, tussendoor dan. Morgen 1 juli tot en met 11 juli in Amsterdam. Ja. En in oktober in Utrecht. Ja. Maar daar straks meer dus. jullie gebruiken ontzettend veel verschillende disciplines. Hoe breng je dat bij elkaar? Hoe kies je wat, waar, wie, wat? Ja, dus we kiezen er bewust voor om met verschillende disciplines te werken. Dus we werken met dans, theater, spoken word, muziek, beeldende kunst. En de reden waarom we dat doen is omdat wij het belangrijk vinden om juist verschillende perspectieven te tonen. Dus we willen eigenlijk meer stemmigheid geven aan de verschillende stemmen die de verhalen die wij delen meebrengen. Dus voor het publiek. Ervaar je dus op verschillende niveaus. Dus wij vinden het daarom heel erg belangrijk om juist multidisciplinair te werken, om juist die kruisbestuiving te vinden. En wat we doen is dat, in dit geval in coronatijd moesten we dus ook samenwerken via Zoom met onze collega's uit Zuid-Afrika. Dus bijvoorbeeld Jurgen, die vanuit spoken word werkt en muziek, werkte heel nauw samen met spoken word kunstenaar Tony Giselle Stewart in Zuid-Afrika. En wij hebben samen met z'n vieren heel en met Nancy echt gewerkt aan het script. Dus dat werden echt Zoom-sessies. Maar Jomesia werkte samen met een choreograaf in Zuid-Afrika die dan echt werk maakte, choreografieën maakte voor de dansers hier. En zij maakten weer bewegingen op de teksten die al waren geschreven. Dus er is bijvoorbeeld heel veel choreografie ontstaan, niet op basis van muziek, maar op basis van tekst. Ja. Maar we hebben ook vlagontwerpen die mee worden genomen in de choreografie, die ontworpen zijn door beeldend kunstenaars Roel Balai en Jared Erasmus. Dus we werken constant in dialoog. De kostuumontwerpen nemen weer de beeldende kunstelementen mee. Dus het wordt eigenlijk één groot. En hoe dat dan samenkomt is door een fantastisch teamwerk. En wat we ook merken is dat het team heel goed samenwerkt. Dus ook al zijn we in verschillende continenten, merken we wel dat er een enorme gedrevenheid is, een enorme noodzaak is, een enorme al onderliggende connectie, omdat iedereen met wie we werken al langer met deze thematiek bezig is. Sommigen hebben al eerder samengewerkt vanwege die verbinding. Dus het komt eigenlijk op een wonderlijke wijze heel goed samen. And what I love about it is that we don't just stick to one language. That language is also becomes a part of the story. We think we have four languages, you know, is Dutch, Engels, Papiamentu, Afrikaans,
Bosha, I just learned how to do that. I'm just really good at that. So you don't have to understand every word, but the intention, the movements, the energy, that's what people will connect to, even if you don't understand every word. Ja? Wat misschien ook weer interessant, ik heb gestudeerd in Zuid-Afrika en ik merkte dat het daar heel gebruikelijk is, dat disciplines mixen. Dus het is in Nederland, vind ik, best wel gebruikelijk dat je bent of een theatermaker, of een danser, of een muzikant. En heel veel mensen zullen zichzelf waarschijnlijk vinden tussen disciplines. Dat je denkt van ja, net als Jurgen, die maakt muziek, maar hij is ook spoken word kunstenaar. Jennifer is danser en een storyteller. En wat er in de Zuid-Afrikaanse traditie heel veel gebeurt, is dat binnen de podiumkunsten wordt het al enorm gemixt. Omdat het daar veel gebruikelijker is dat je erkent dat je verschillende stijlen of disciplines meedraagt. En ik denk dat je dat ook terugziet in ons werk. Dat dat iets is wat die meerstemmigheid, zowel in taal, maar ook in performance taal, dat willen we graag delen. Ja, we hadden net even kort over zeg maar, het belang van kunst rondom deze thematiek. En Leroy, je bent naast voorzitter van Kitty Cultuur Utrecht ook cultureel actief. Als ik dat dan zo vrij mag zijn om zo te zeggen. Wat is, ja, ik pak straks het bruggetje naar het Centraal Museum. Maar hoe zit dat voor jou? Hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen dit? Nee, tegen wat kunst kan doen voor slavernijgeschiedenis als thema, onderwerp. Misschien wat op een wat laagdrempelige manier en makkelijke manieren om het als het ware te verteren voor mensen. Want ik kan me voorstellen dat als mensen de boek gaan lezen, dat het een hard gelach kan zijn als ze geconfronteerd worden met de keiharde feiten. En ik denk dat door kunst te gebruiken je wat op een makkelijke manier kan overbrengen naar mensen. Dat ze het kunnen accepteren. En je werkt mee bij de nieuwe expositie van het Centraal Museum. Yes. Vertel. Vertel alles. al 3 jaar geleden zat ik in de klankbordgroep van het Centraal Museum. En ik kan me nog herinneren, op een gegeven moment had ik even een kort gesprek samen met de heer Bart Rutte, dus de directeur. En hij vroeg me ook gewoon van, weet je, hoe krijgen we meer mensen van kleuren, biculturele mensen in het museum? En ik zei van ja, zorg dat zij zichzelf terugzien. Ja. En dan zou het mogelijk kunnen zijn dat we dan wel komen. Want ik zei het hem, het zou witte mensen gaan ook naar het Rijksmuseum om hunzelf te zien op de nachtwacht. Om te zien hoe prachtig ze waren in de Gouden Eeuw. Dus wij willen onszelf ook prachtig zien. Dat is de basis toch? Ja, ik ga niet naar het Rijksmuseum om te zien dat ik ergens in de hoekje staat als slaafje of zo. Dat trekt me niet. Ja. het klinkt grappig, maar het is wel gewoon realiteit. Dus daar hebben ze gehoor aan gegeven en daar ben ik heel blij mee. En van daaruit is Voices of Fashion een beetje geboren? Nou ja, niet zozeer vanuit mij, maar het was met de groep. We waren mee mensen. Dus, mm-hmm. Ja. En wat is je onderdeel in de expositie nu? Op dit moment, ik heb eigenlijk een poppetje geleverd. Ik heb wat kledingstukken geleverd. Ik had een gesprek met Kirsten en Anna Nienke. Ik heb met heel veel mensen gesproken, maar mij werd gevraagd om na te denken over het stukje hip-hop binnen de Centraal Museum. Dus daarom kijk ik even naar de mensen in het publiek. hip-hop heeft toch best wel een belangrijke mark. Betekende ook voor de modewereld. Ja. En zeker als het gaat om trend zetten. Hè, bedoel, wij deden het aan en het was gewoon op dat moment cool. Punt. Dat was het. Niemand wist wat Balenciaga was totdat wij het droegen. Niemand wist wie Tommy Hilfiger was totdat wij het droegen. Wij maakten het cool. Ja. Dus op een gegeven moment zei ik, ik heb nog wat kleding die ik misschien kan leveren voor jullie. En dat heb ik gedaan. Dus dat is een pop daar. Er staat gewoon Leroy Lucas eronder. En ik heb ook nog een shirt die ik ontworpen heb in 2004. Want ik ben zelf rapper geweest.
En in die tijd waren we aan het overschakelen om naar, van Engels naar Nederlands te rappen. Maar ik zag heel vaak dat mijn mede-rappers allemaal Amerikaanse statennamen of namen van wijken, Brooklyn en zo, op hun shirts hadden. En ik zei van, als je toch overstapt naar Nederlands, waarom gewoon niet? Gewoon alles dan ook in het Nederlands. Ik bedoel, je hebt Brooklyn op je shirt, doe dan gewoon Breukelen. Ja. En toen zei iemand, ja, maar ik heb die shirt niet. Toen zei ik, ik maak het wel voor je. Dus dat was in 2004. En die shirt hangt nu daar. Nice. Ja. En heb je Breukelen, heb je meerdere steden ook in Utrecht gedaan? Nee, in Nederland? Nee, maar ik heb meer een soort connectie gemaakt tussen de namen die wij kennen van Amerika die een verbinding hebben met Nederland. Ja. Dus de Haarlem, de Breukelen, Bushwick, dat is Boswijk, Staten-eilanden, Konijnen-eilanden, Nieuwdorp, Ouddorp, Flissingen. Nice, cool. Dus die shirts heb ik gemaakt. Ja. Volgens mij hebben we ook een clipje van Voices of Fashion in het Centraal Museum. Ja. Als we even een idee hebben van hoe ziet de expositie eruit en waar kunnen we naartoe? Geen probleem. Van de expositie. Ah, cool. Nice. Dankjewel. Oké. Dat niet, maar dan ander beeldmateriaal. Ik heb wel het boek. Er valt namelijk ook bij de expositie is ook het boek te krijgen, Voices of Fashion, Black Couture, staat erop, Beauty and Styles. En het gaat eigenlijk over mode en kunst door de niet-witte blik in de afgelopen zoveel jaar. Geen clipje dus, maar we gaan er heen. Wel het boek. Ga er gewoon heen, zeker. Want het is gewoon vet. Ja. En inderdaad, ik ben heel benieuwd naar jouw pop. Ja, go check it out. Ja. Geldt voor iedereen, hè? Gewoon gaan. En nou ja, je bent natuurlijk ook voorzitter van Kitty Culture Utrecht en natuurlijk ook activistisch actief in Utrecht. Yes. En je hebt onder andere gepleit voor het Slavernijmuseum in Utrecht. Slavernijmonument, sorry, in Utrecht. Ja. Toch even een tussendoor. Hoe staat het daar nu mee? We zijn in gesprek. Ja. We zijn in gesprek met de gemeente om... Ja, om het voor elkaar te krijgen in 2023. Dus ik kan er nog niet zoveel over zeggen, want we hebben net een paar meetingen gehad. Dus we zijn onderweg, laat ik het zo zeggen. Ja, en wel 2023, ja, 2023. Wordt er wat verwacht. Ja. En cool. So they do have the... Hebben we? Ja. Ah, oh, toch een stukje Centraal Museum. There we go. Dat er binnen deze kaders tentoon wordt gesteld, is toch een extra emphasis nieuwe
die we nu echt nodig hebben. Een van de items die we hebben aangebracht, dat is het soundsysteem. Naast dat gaan we gewoon met een van onze service creators over de hele iets. En dan eigenlijk ook weer als je de maximale uit de creativiteit haalt, dan kan je voor de start zien. Dus je think out of the box. En deze tentoonstelling betekent hartstikke veel voor ons als merk. Dat we uiteindelijk kunnen laten zien aan de festival worden wat wij kunnen doen en wat wij ook voor de industrie betekenen. En vooral om te horen, zeker belangrijk, om steeds te zien wel. Ik loop in een wereld waarin ik me helemaal thuis voel. Alles raakt mij, alles wat roert mij. Voor Sabi ben je hier. Je moet Sabi, Pedro, knoppen. Om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Want dat is de verrijking. Ja, is echt heel zoektof. Zeker een aanrader, ik echt gaan. Ja, echt en hij is tot 14 augustus te zien, dus je hebt alle tijd nog. Zal ik ook even iets mogen zeggen? Zeker. Ik moet wel constateren dat we op dit moment in best wel twee grote instellingen ons verhaal wordt verteld. En dat maakt me heel erg blij, want in de afgelopen periode hebben mensen mij gevraagd van, goh, wat, weet je, na Black Lives Matter, wat is er allemaal gebeurd? En wat is de vooruitgang? Nou, we hebben een boek. We zitten in het Centraal Museum, we zitten in het Rijksmuseum met de slavernij tentoonstelling. En dat maakt me wel blij dat er in ieder geval progressie is. Ik denk dat, als ik nu even vanuit mijzelf kan spreken, ik denk dat we nu naar een situatie zouden moeten gaan, naar een soort next level waarin wij plekken creëren waarin we ons, waar we zelf onze eigen verhalen gaan vertellen. Want ja, niks tegen deze instellingen, want ik vind het echt super tof dat het er is. En wat mij betreft moeten ze ook doorgaan met het blijven integreren van stukken die meer een vertegenwoordiging is van Nederland zoals het nu is. Maar ik vind dat wel dat er een moment moet komen waarin wij ook onze eigen instituties gaan bouwen. Zodat wij zelf onze eigen verhalen vertellen, ons eigen narratief. Ook naar onze kinderen toe. En voor de toekomst. Ik ben blij dat je dat nog hebt toegevoegd. Ja, man. Dankjewel. En vind ik een mooie om mee te gaan eindigen. Dus ik wil graag een applaus voor mijn panel. En dan, oh, jullie mogen nog even blijven zitten, vind ik wel gezellig. Dan heb ik nog de afkondiging, zoals dat heet, met de huishoudelijke mededelingen. Ik wil naast mijn panel en iedereen die vandaag gesproken heeft en hier plaats heeft genomen, ook de mensen thuis of van waar je dan ook kijkt, ontzettend bedanken voor jullie tijd en aandacht. De publicatie Slavernij en de Stad Utrecht is vanaf vandaag te koop. Dus doe dat vooral bij je lokale boekhandel. Je zou denken dat ik dat niet meer hoef te zeggen, maar doe het vooral bij lokale boekhandel. En meer informatie is ook te vinden op de website sporenvanslavernijutrecht.nl. Future for the Past speelt van 1 tot 11 juli in Amsterdam. Daar zijn nog kaarten voor te bestellen. Ga daar vooral naartoe. Meer info daarvoor is ook op hun site te vinden, sitesofmemory.nl. Denk je, ik kan niet in juli. In oktober staan ze in Utrecht. Of ga gewoon naar alle twee trouwens. Meer informatie ook op die website. Ja, het is twee andere steden, andere verhalen. Zo is het wel. Dus in oktober in Utrecht en dan Voices of Fashion in het Centraal Museum is nog tot 15 augustus te zien. En dan ben ik daar. Dan is mij enkel nog te zeggen dat mijn naam Eden Carlo is. En dat ik iedereen een hele fijne avond wens. En nogmaals bedankt.